De Britse verkiezingen volg je op de voet met Lia van Beckhoven. Luister deze week iedere avond een update in je podcast-app en op donderdag een live-uitzending rondom de exit polls via bnr.nl/wkstemt. Abonneer je op Van Beckhovens Britten en mis niets. Wordt leuk, Lia. Ja, ik heb er ontzettend veel zin in. Verkiezingen zijn hier zo leuk. Dit is een BNR-podcast. De Cash Corner. Hoeveel cash is jouw favoriete voetballer waard? En hoe snel kan de waarde van die speler stijgen of dalen? Je hoort het bij BNR van sportjournalist Jaap de Groot. Goedenavond, Jaap. Ja, goedenavond, Lisbeth. Ja, we gaan weer even die waardes bespreken. En als het te lang duurt, fluiten we jou af. Hè? Dat weet je inmiddels. Ik heb mijn fluitje. Ik ben helemaal op voorbereid. Ja. Helemaal nou, goed. Laten we beginnen bij Nederland. Dat was 3 keer zoveel waard als het Oostenrijkse team. Alleen, ja, dat is geen garantie voor succes, weten we inmiddels. Nu is het nog extremer, want Oranje blijkt liefst 9 keer zoveel waard te zijn als Roemenië, waar we morgen tegen spelen. Kunnen we iets zeggen over het succes dat daarmee wel of niet gegarandeerd is? Ja, het zou eigenlijk wel moeten, want het is 900 miljoen versus 100 miljoen. En dat is toch een indicatie van de kwaliteit. En het kan een keer in sport gebeuren. Ja, kan een keer in sport gebeuren dat het een keer fout gaat, zoals tegen Oostenrijk. Maar een tweede keer, dat zou echt een schande zijn. En om een indicatie te geven, de Roemeense sterspeler Radu Dragusin is reserve bij Tottenham Hotspur, waar de Nederlandse reserve, Mickey van der Ven, wel in de basis staat. Bovendien is de transferwaarde van Dragusin van 32 miljoen bijna 1/3 van de hele selectie van Roemenië. Terwijl Van der Ven met 71 miljoen de duurste Nederlandse speler op dit moment is en niet in de basis staat. Oké, okay. Is Mickey van der Ven onze duurste speler? Dat had ik even niet zien aankomen. Nee, inderdaad, ik dacht Gakpo. Die staat 3rd. Maar vanwege zijn leeftijd en ook zijn contract, het feit dat hij bij Tottenham Hotspur speelt, dat is natuurlijk ook statusverhogend. En ook zijn volgers op, het heeft ook met social media te maken. Het zijn 240 parameters die dat uiteindelijk bepalen. En hij staat gewoon 1 met stip. En zondagavond werd het ook nog even absurd, want toen vloog Engeland er bijna uit tegen Slowakije. Hoe groot was daar het verschil in waarde tussen de teams? Ja, dat was eigenlijk kon het niet, want de Britten zijn gewoon hebben gewoon de duurste selectie van het hele toernooi. Die staan op een totaal van 1,6 miljard, terwijl de Slowaken op 133 miljoen staan. Dus het verschil was meer dan 10 miljoen, dan ik geloof 11 keer verschil. En zo zie je dat het kan lopen. De Engelsen hebben het uiteindelijk wel weer rechtgezet met twee kapitaalsterke spelers, maar het was bijna over en uit. Ja, maar toch Jaap, dan is Bellingham de grote man van Engeland. Alhoewel, ja, ik had nog een discussie met onze chef nieuws, Yannick, op de redactie, of hij dat nou echt wel waar maakt op dit EK. Yannick denkt van wel, ik denk nog van niet. Maar zie je dat wel een beetje in zijn waarde, dat hij toch wel echt die grote man is? Ja, kijk, dat doelpunt wat hij maakt is die al miljoenen waard. Ja. Ja. Die omhaal op het in de 95e minuut. En ja, waar hij een beetje mee zit. Kijk, de prijsbepaling is natuurlijk op basis van gemiddelde over een heel seizoen. En wat je dus ziet bij spelers van Manchester City en Real Madrid die een zwaar seizoen hebben gehad, die worstelen echt om aan het eind van het seizoen nog 100% te geven. En eigenlijk op het EK moet je iets meer dan 100% geven. En die zoeken gewoon naar hun vorm. En je Bellingham is een voorbeeld. Er zitten bij Engeland Foden. Is ook een voorbeeld van een speler die werd zelfs gewisseld. Ja, je ziet dus dat hoe duur ze ook zijn, het lichaam zegt op een gegeven moment toch een keer stop. Maar zie je dat dan ook bij Nederland? Nou, ik denk dat met name iemand als kijk even naar de grote speler. Iemand als Virgil van Dijk bij Liverpool. Ik denk niet eens dat het een fysiek dat hij met een fysiek probleem te maken heeft, maar dat hij dus tegen Oostenrijk achtergekomen is van. Hij riep ook over een wake-up call. Dat mentaal gezien in zijn hoofd de reservetank toch iets meer leeg was dan hij zelf had verwacht. Maar even terug naar de waardes van al die spelers. Hoe hoog scoren we in waarde met het Nederlands elftal? Ja, in Nederland zelf al zit ongeveer in de top 10. Ga je kijken naar de peilingen, naar
in hoeverre Nederland kan maar met deze selectie om Europees kampioen te worden. Dat blijft stabiel, dat blijft rond de zesde plaats. Hoewel en dat is behoorlijk gekanteld, want je denkt na de nederlaag tegen Oostenrijk nemen de kansen af. Maar het heeft ook met het gunstige vervolg in het toernooi te maken, omdat Nederland tot de finale Spanje, Duitsland, Frankrijk en Portugal misloopt. Oh ja, de tijd is voorbij. Ja. Dankjewel, BNR sportjournalist Jaap de Groot. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.